Dag vriend. Waar is dat Corvette, hè? Yep. Hey. Goedemorgen iedereen. Voordat ik deze vlog ga beginnen, heb ik eerst een giveaway voor jullie. Samen met Nathalie en Anastasia heb ik samen gezeten om een giveaway voor jullie te organiseren. We geven super toffe dingen weg. Wat jullie moeten doen voor deze giveaway te winnen is zeer simpel. Jullie moeten ons alle drie volgen op ons YouTube kanaal. Dan is er nog een bonus. Als jullie ons op Instagram volgen, dan krijgen jullie dus extra bonuspunten en maken jullie nog meer kans om deze giveaway te winnen. Ook delen op Facebook of Instagram is een extra bonuspunt. En wat jullie ook nog moeten doen is een leuke comment achterlaten. Veel succes allemaal! Alles staat hieronder in de description box. En dit zijn de drie dingen die jullie kunnen winnen. Ik geef weg deze lijn van Aussie voor de haren. Dat is de Miracle Moist lijn. Er zit een conditioner bij, een shampoo bij en een Deep Treatment 3 Minute Mask. Maar daarnaast geef ik ook nog een heleboel productjes van Lacombe weg. Allemaal make-up productjes. Er zitten nagellakjes bij, er zitten lippenstiftjes in en er zit dit super mooie oogschaduwpaletje bij. Dit. Dan hebben we ook nog een Macaron Beauty Blender en een blush en lipgloss en eyeliners. Er zit echt superveel in. What up babes? So I partnered up with Tanstore, mijn favoriete Belgische webshop, zodat niet enkel je hair on fleek is, maar ook je tan, want het is bijna zomer en ik denk dat we allemaal wel een leuk gebronst kleurtje willen. En ik ga samen met jullie deze doos open doen. Oh my god, het ruikt super lekker. Het is de Coconut Lijn. Tanstore verdeelt eigenlijk exclusieve tanningproducten in België. En dit zijn mijn favoriete goodies van de Coconut Lijn van Fake Bay. Dat is een prep and maintain body polish, zodat je tan super mooi wordt aangebracht, super mooi blijft zitten. Dat je geen strepen krijgt, geen puntjes, dat super egaal en shimmery is. Dat is de Tan Optimizing Moisturizer. Die kun je bijvoorbeeld aanbrengen op zones die meestal heel bruin worden, zoals je knieën, je ellebogen, ook in het gezicht. Er is ook vitamine B5. Het is olievrij, dus geeft zo'n mooi egaal effect. En dan of course de Tanning Serum voor face en body en medium. Dat is een kleurtje die voor super veel mensen past. Het is mijn go-to product. En of course de Ultimate Tanning Mitt in het roze. It's so cute. Ik weet dat heel veel meisjes nog sukkelen met zelfbruiner en dit is voor mij echt het ultieme product. Beste kwaliteit, de mooiste resultaten. Dus wil je dit winnen, doe dat mee aan de giveaway. Je kunt trouwens ook Tanstore volgen op Instagram als een kleine bonus. En heb je ooit advies nodig over welke producten voor jou het beste zijn, aarzel dan niet om een berichtje te sturen. Lindsay van Tanstore is zo'n lieve dame en die zal je met heel veel plezier helpen. Hey, ik geef ook iets weg in deze giveaway. Namelijk deze haardroger van T3 Micro. Het is een mega mooie haardroger. Ik zal het jullie eventjes laten zien. Dit is hem. Dus dit is hem. Een super mooie haardroger met zo ook wat chromé accenten. Er zit ook een borstel bij. En deze is van T3 Micro. Het is ongeveer ter waarde van 200 euro geloof ik. En er zit ook nog zo'n opzetstukje bij voor als je je haar wilt brushen. En ik dacht wel dat het super leuk was om een van jullie hier gelukkig mee te maken. Dus ik zou zeggen, als je deze haardroger wilt winnen, zeker. Goedemorgen iedereen. Welkom bij weer een nieuwe vlog. Wij zijn al in de Biels, dus 9 uur, ja? Oh ja, oh, Anaïs heeft een mooie nieuwe sportlegging voor mij gevonden. Dank u Anaïs. We zijn even aan het shoppen in deze winkel, want mijn mama moest een prankini hebben of zoiets. Zo'n bikini met zo'n blouseje. En dan zijn we even aan het checken. Anaïs, ik heb ook een mooie jurk voor u gevonden. Wauw, of deze. Oh, wat staat daarop? Oh ja, mooi. Oh ja. Echt fashion hier. Wij zijn ondertussen al uit de winkel, de rest is nog wel daar. Alleen mijn papa, mijn zus, mama. En wij zijn foto's aan het maken met mijn gsm. En het proberen, zo met de portretstand en studio licht en alles, zijn we eens aan het kijken wat we er allemaal mee kunnen doen. En het ziet er wel heel mooi uit. Amai, dat is zo'n spel. Ik weet niet hoe ik moet staan. En ik heb geen zonnebril. Dus het ziet er wel mooi uit. Ik heb trouwens niks gekocht in de Biels. Bijls. Eigenlijk moet ik zeggen Bijls.
Maar ja, ik heb echt nog niks gekocht. Gisteren ook niet. Ja, mijn nieuwe iPhone en Exploding Kittens hebben we gekocht als spelletje. Wat trouwens echt heel leuk is. Ik weet niet, ik heb dat gisteren denk ik in de vlog al gezegd. En we zijn trouwens gisteren ook de vlog vergeten af te sluiten, denk ik. Maar ja, dat zal ik wel zien als ik ga monteren. En? Lukt het? Ja. Sam is foto's aan het maken van deze... Wat is dat? Corvette, hè? Ja. Yep. Blauwe Corvette. Mooie kleur, man. En laat eens zien. Ja? Asterial... Nee, dat is niet samen. Asterial Blue of zoiets. Je pakt hem niet zo goed. Je pakt hem niet dingen niet. Ik zie dat ook niet goed op camera, precies. Nee, ah, hier wel. Hier heeft ze ja, het wel. Ja, hier wel. Oh, dat je is moet cool. Echt dicht genoeg komen om je studio. Dat is wel vet. Oh, mijn portret. Maar hier niet. Hier is hem te ver. Ja. Laat die van mij eens zien. Dat is echt wel echt een zotte functie. Ja, deze is niet zo. Want ik had... Ja, die zijn beter, wel goed. Ja. Ja. Want ik had eentje gepost deze morgen op Instagram. En echt heel veel meisjes stuurden mij al, wauw, kijk mooi, super mooi. En ik dacht, ja, dat is gewoon met de gsm gemaakt, niks speciaal. Dat is echt wel mooi. Ja, echt mooi. Alrighty, snel omgekleed. Ik heb nu een blouse aan van Totally Too, short ook van Totally Too en slats van Totally Too. En we gaan nu naar de Farmers Market. Oh, die zetels! Hot! En ik ga voor de eerste keer met deze auto rijden. Ik heb al wel gereden in Amerika, maar nog niet met deze auto. Dus ik ben benieuwd. Hè. Okay. Hoe start ik die hier? Ik hoop wel dat ik hier ga zitten. Ik kan het draaien. Ja, hier zit er goed. Oh, park, drive. Dat is raar dat je zo moet draaien aan die knoppen. Ja. Favoriete ijsjesplaat bij Joe Eats and Sweets. En ik heb net een lactosevrije bananenijs besteld. We hebben onze ijsjes, mijn is al bijna op en ja, gesmolten. Ja, het smelt helemaal. Ja, wat heb jij? Chocolate, fudge. Butter. Ah, oké. Okay. Ik heb banana lactose free. Amai, die is echt helemaal gesmolten. Yes, we hebben de Farmers Market gevonden. Het was dus aan de andere pier. En we zijn aangekomen nu. Het waait best wel. Ah, nu niet meer ineens. Fuck. Als je zo de andere richting uit ging waaien, net zo wel wat. En oh, je ziet hier in de wc's. Hoe stuurt je ons? Hier is het. Ah, gingen die niet naar het toilet? Just rising and how's that gonna happen? Been burning.
papegaaien. Hier zitten ergens zo allemaal papegaaien in de winkel. Dus die gaan we nu checken. Ah, hier zijn ze al. Kijk. Het is wel zielig eigenlijk. Want het is hier best warm. Hey. Dus nee, niet wakker maken. Oh, och, warm. Dus dat is best wel zielig. Die is echt I bite. Maar dat staat wel overal. Die ja, die zo kan slapen. Maar is wel zielig, vind ik eigenlijk. Liever stopt zich. Het is camera-schuw. Ah nee. Hey! Hey! Dag vriend. En hier hebben we Brutus, hoe noemt hij? Brutus. Hey! Nope, ook niet. En dan hebben we hier, hoe noemt deze? Maxwell. Oh, die is mooi, vind ik. Maxwell. Oh ja, die is speciaal. Waarom heeft hij zo'n pluis op zijn buik? Ja. Hoe noemt hij? Stratford of zoiets. Deze is Birdie. Birdie zit daar. En hier zit Buddy. Kei veel papegaaien, dus ik vind het wel zielig dat die hier zo in kotjes zitten. Maar ja. Sinds we terug zijn, hebben we aan het zwembad gezeten en Exploding Kittens gespeeld. We zijn helemaal verslaafd aan het spel, is kei fijn. En nu ben ik hoop dat jullie mij horen met die dampkap, want die is heel luid. Maar ik ben korn aan het koken, mais, voor maiskolven te maken op de barbecue. En ik ben asperges aan het snijden, allee, het kontje eraf, want we gaan barbecuen. Ik heb trouwens ook een corona, kijk hoe schattig deze zijn. En die noem ik Coronita, die zijn zo heel klein, allee, heel klein, kleiner. En tafels zijn elkaar, hier zijn de mannen, Sam en papa hebben de barbecue al aan. Hey! Die zijn aan het barbecuen. Maar ja, we zelfs lekker eten. Kijk, ik ga jullie laten zien hoe dat ik de korn maak. Want die is altijd super goed. Allee, altijd. Ik maak dat meestal wel alleen maar hier. Maar toch. Dus, eerst laat ik de korn. Hoeveel hebben we er? 5. Laat ik de korn 10 minuten koken. Ze hebben nu ongeveer 10 minuten opgestaan. Ik denk zelfs 11 minuten om exact te zijn. En die zijn heel zacht nu. Dan ga ik die afgieten. Met lookpoeder, zout, dat is zo'n lookzout, bestrooien. Dan ga ik die inpakken in zilverpapier. En voilà, echt op 2 minuten hebben we mais. Nu gaan die echt nog zo 2 tot 5 minuten op de barbecue. En dan kunnen we die zelfs eten.
Oh, mooi. Zeg dat wel. We gaan nu Temptation Island kijken, aflevering 11 al. En dan gaan we slapen. Hè? Ja. Hopelijk vonden jullie het een leuke vlog, dus zeker. En wij zien jullie morgen.